Er zijn twee zaken die spelen. Enerzijds de democratie. Wat is democratie? Dat is een georganiseerd meningsverschil. Dat laat eigenlijk toe dat bepaalde partijen, ideologieën een spreekrecht krijgen. En ik denk dat dat hier nog altijd het geval is. Vlaams Belang heeft hier spreekrecht. Er wordt naar geluisterd en zij krijgen een podium ook om hun mening te zeggen. Dus dat wordt nog altijd gerespecteerd. Anderzijds zijn er ook nog altijd de rechten van de mens. En respecteren ze die? Ik denk dat eigenlijk niet. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat andere partijen die daar nog altijd voor blijven vechten, dat die universele rechten van de mens, dat die gerespecteerd blijven. Partijen die een haatdiscours hebben ten opzichte van andere rassen, of, en dan ga ik naar extreem links, ten opzichte van klassen, ik denk niet dat we dat kunnen toelaten. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.